Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na. Nederland staat elke week versteld van de meest verbazingwekkende en spraakmakende televisiemomenten in de nieuwe Uri Geller. En slag! Olea. Vandaag. Welke mentalisten weten een plek te veroveren in de kwartfinale? Bereid u voor op onverklaarbare gebeurtenissen. Ook bij u thuis. We gaan beginnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit is de nieuwe Uri Geller. Hier is Toske Ragas. Dank u wel. Heel hartelijk welkom. Een hele goede avond. Dit is de nieuwe Uri Geller. Het wordt weer een avond met de meest opmerkelijke en wonderbaarlijke optredens. En vandaag wordt duidelijk welke mentalisten door mogen naar de kwartfinale. En dus zullen onze kandidaten vanavond al hun krachten inzetten om u op alle mogelijke manieren te verbazen. Zo zijn de 12-jarige Jelle en haar vader Ganni weer van de partij. Jelle zal vandaag met zwaartekracht spelen. En Vincent, beter bekend als de vampierfanaat, zal samen met zijn beste vrienden, inderdaad de bloedzuigers, een opmerkelijk voodoo-optreden verzorgen. Vincent is er vanavond dus weer bij. En dat zoals u al een aantal keren heeft gezien, tot grote ergernis van de koning van het mentalisme. Dames en heren, hij is er, Uri Geller! Dank u. Dank u. Welkom Uri, wat fijn dat je er bent. Jij gaat natuurlijk vanavond de mentalisten weer beoordelen samen met onze kijkers thuis. Maar ik begreep dat jij ook nog twee bijzondere gasten hebt uitgenodigd vanavond. Yes, Toske. Last year there were finalists in my show and this year I'm touring with them throughout Holland in theaters. My friends are Rob and Emil and they will mesmerize everyone today. They have an act that made them world famous. Actually, Rob can tell what's in your wallet while blindfolded. Dat is inderdaad vorig jaar. Ik weet nog, hebben ze ook zoiets gedaan. Ik begreep er helemaal niets van. Wat ontzettend leuk dat ze er nog een keer zijn. Kan ik nog een keer proberen erachter te komen of dat wel kan. Want dat is toch wat er altijd gebeurt deze avond. Magische dingen gebeuren. En kan het of kan het niet? Nou, zij kan het in ieder geval wel. Het is er weer gelukt. Ze heeft wederom vier bekende Nederlanders uitgenodigd om op onze gevreesde bank plaats te nemen. Dames en heren, Patty Bart. Hallo. Hi. Patty. Ik ben je vriendin vanavond. Je hebt namelijk, zag ik, levensgevaarlijke schoenen aan. Ik ben erop voorbereid. Zo. Of die ga je schieten? Nou, ik weet het niet, maar als die vampier me uitnodigt, dan ben ik gewoon heel goed geoutilleerd. Dat zie je. Ik zie het. Hey, ik zie ook fantastische gasten. Wie heb je uitgenodigd? Nou, niet de eerste, de beste. Want aan mijn linkerhand is een jonge dame die ik al ken vanaf Big Brother. En we zijn altijd vriendin gebleven. Dit is ook Kelly van der Veer. Daarnaast. Is het de bad guy uit GTST, maar in het werkelijke leven eigenlijk de vrij gezellige topacteur Christophe Haddad. En het heeft even geduurd. Het heeft heel even geduurd, een jaar of 10, maar we zijn er inmiddels met z'n allen achter. De mooiste stem van Nederland behoort Glennis Grace.
last but not least, het mannetje van de radio. Hij doet elke week de top 40 op Radio 538. Ik vind hem erg gezellig. Jeroen Nieuwenhuizen. Nou, dat is een toprijtje. Jongens, wat ontzettend leuk dat jullie er zijn. Geen idee wat jullie te wachten staat. Onderga het gelaten. Je maakt het mee en geniet ervan. Veel plezier. We gaan beginnen, want backstage staat mentalist Reinder klaar voor zijn optreden. Vandaag maakt hij gebruik van bloeddorstige piranha's. Vorige keer moest hij na zijn heftige optreden letterlijk op de blaren zitten. Hè? Eigenlijk staan. De avontuurlijke mentalist Reinder ging bij zijn vorige optreden het gevecht aan met het element vuur. Dit werd hem bijna fataal. Deelnemer Reinder verbrandde live op televisie zijn voeten toen hij over hete kolen liep. Deze show zou een blijvend aandenken zijn, al is het alleen al de littekens op mijn voeten. Hij laat zich niet afleiden door de helse hitte en weet zijn pijn om te zetten in een bizarre onthulling. De verborgen angst van de BN'er. Was jouw angst de dood? Ja. The ingenious way of etching a thought on your soul amazed me. Vanavond riskeert Reinder weer zijn leven met één van de vier elementen. Vorige week heb ik met vuur lopen spelen en heb ik mezelf verbrand. Deze keer ga ik een ander element opzoeken en dat is water. Reinder krijgt bijzonder gezelschap. Hij wordt omringd door een stel zeer agressieve piranha's. Hoe klein deze beesten ook zijn, laat jezelf daardoor niet bedriegen door een onschuldig uiterlijk. Ze zijn levensgevaarlijk. Gewapend met zijn wereldwijde kennis durft hij opnieuw levensgevaarlijke situaties te trotseren. Zelfs met zeer agressieve piranha's. Dames en heren, de eerste kandidaat van vanavond, hier is Reinder! Reinder, I can't even imagine what the water tanks are for. What are you going to show us tonight? Vanavond ga ik spelen met iets wat ik geleerd heb in Zuid-Amerika. En dat wil ik gewoon heel graag met jullie delen. Oké. Habema shelcha. Dankjewel, Uri. Op mijn wereldreis in 2007 ben ik in Zuid-Amerika in contact gekomen met de Amazone-Indianen. Een van de meest bijzondere dingen die ze mij geleerd hebben is om te gaan en te communiceren met een van de meest agressieve vissoorten die er bestaat. De piranha. Glennis en Kelly, kom met mij mee. Ga jij maar eerst. Nou, meid, kom maar. Veel plezier. Dank je wel. Goedenavond, dames. Hi. Hallo. Glennis, je mag hier plaatsnemen en Kelly aan deze kant. Deze links? Ja. Ik zie dat jullie... Kunnen jullie heel veel je handen naar voren strekken? Dat is wel heel erg ik zie, nee, ik zie dat jullie jewelry al even hebben gedaan. Ik alleen niet, hoor. Even kijken, misschien, even ja, als je dat kan doen, zo ja, meteen heel graag. Jullie hebben geen wondjes aan je vingers? Nee. Nee? Oké, okay, prima. Voordat we gaan beginnen, ja, wil ik u eerst vragen om even naar de videowall te kijken. Is dat daar? Kleine introductie van de piranha. Ja, dat is daar. Ah, oh, ja. Oké. Okay. Fijn. Fijn. Jullie mogen nu beide de doeken van Aquarius afhalen. Oh mijn god. Hallo. Dit zijn piranha's. Ze hebben heel erg honger, zoals je echt, hè? Ze zijn een beetje gestrest, dus kijk uit. Want ze zijn in een klein bakje. Dus ze kunnen af en toe uit het water springen. Je zou het misschien niet zeggen, maar deze bloeddorstige beestjes zijn een intelligente vissoort. Ze kunnen prikkels opvangen, zoals voedsel en kleur. De Amazone-Indianen hebben mij geleerd om die prikkels
ook op te vangen. Ik ga jullie zo meteen instructies geven. Voor jullie is het heel belangrijk om die instructies precies te volgen. Voor jullie eigen veiligheid natuurlijk, want anders kan er misschien iets fout gaan. Ja? Maar wat kunnen ze? Kunnen ze echt heel hard bijten? Ze kunnen hard bijten. Oké. Je moet het zien als een appel. Ja. Zoals jij door een appel heen bijt, bijt zij door het vlees heen. Fijn. Oké. Ze zijn wel iets rustiger nu. Ja. Oké. Kijk, ze kijken helemaal naar mij. Glennis. Ja? Achter jou zie je een kistje staan. Neem plaats achter dit kistje. Met je gezicht richting het publiek. In dit kistje zie je verschillende gekleurde balletjes. Kies één van deze gekleurde balletjes. Haal die eruit en neem je plaats achter het aquarium. Ben je zover? Ja. Stop nu de hand met de bal zo ver mogelijk in het water tussen de piranha's. Doe dit heel rustig. Piranha's reageren op angst, dus maak geen onverwachte bewegingen. Als je in het water bent, geef mij dan een teken. Een teken. Ja? Tel nu 5 seconden luid af. 5, 4, 3, 2, 1. Haal nu heel rustig de bal weer uit het aquarium. Onthoud de kleur van de bal. Nou ja, ik heb hem nog niet ingestopt, hoor. Je hebt hem nog niet ingestopt? Nee. Okay. Zal ik het even opnieuw doen? Ik ben daar strak van de zenuwen. Oh. Glennis, ja. Haal even 2 keer diep adem. Ontspan je. En stop nu de bal zo diep mogelijk in het water. Ben je er al? Nog niet. Neem je tijd. Ja? Tel nu luid 5 seconden af. Probeer zo diep mogelijk met de bal onder water te blijven. 5, 4, 3, 2, 1. Goed. Haal je hand weer rustig uit het water. Onthoud de balkleur en stop hem nu terug in het kistje. Is alles goed, Glennis? Ja, het gaat goed. Oké, prima. Ik heb Kelly. Hem nu uit. Mooi zo. Kelly? Ja? Jij hebt ook een kistje. Ga achter dat kistje staan met je gezicht richting het publiek. In jouw kistje zitten verschillende vleessoorten. De vleessoorten die de piranha erg lekker vindt. Waaronder bijvoorbeeld rattenvlees, ganzenvlees, krokodillenvlees, maar ook piranjavlees. Kies één van deze vleessoorten. Leg dit vleessoort in je open hand. Ja. En kom dan weer achter het aquarium staan. Moet ik ook zeggen welke ik kies? Je mag niet vertellen welke vis. Of welk vlees. Ben je zover? Ja. Moet ik mijn hand dichtknijpen of zo? Sluit je hand, want uitstekende lichaamsdelen kunnen ze zien als voedsel. Oh my god. En steek je hand ook voor 5 seconden zo ver mogelijk in het water tussen de piranha's. Als je zover bent, geef me dan een teken. Ja? Tel nu luid 5 seconden af. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Onthoud goed de vleessoort en leg hem weer terug in het bakje. Is alles goed gegaan, Kelly? Auw, oh, er kwam er een tegen mijn tuin aan. Oh, ik dacht bah. Dat ik een vis. Oké. Sorry, hoor. Wat? Ja, dat vind Kelly. Ik echt vies gewoon. Bah. Moet het opnieuw? Heb je je hand met de vleessoort in de bak met water gedaan? Ja, dat wel. Maar volgens mij heb je veel zo lang gewacht dat ik mijn hand eruit mocht halen. Oké, prima. Dan mag je de vleessoort weer terug in het bakkistje doen. En onthoud goed welke vleessoort je hebt gekozen. Is dit gelukt? Ja.
Okay. Sorry hoor. Dankjewel, dames. Nou. Blijf heel veel rustig staan. Applaus voor deze dames. Zeg me dood. Heel goed. Opa. Piranha's zijn groepsdieren. Ze zijn nu bij elkaar gestopt. En ze gaan nu de prikkels die ze hebben opgevangen, zoals de voedselsoort en de kleur, aan elkaar communiceren. Mijn taak is om die prikkels op te vangen. Oeh, sexy! Wat ik vanavond ga doen, kan flink fout gaan. Er hoeft maar één piranha te denken dat ik een prooi ben. Als één piranha een hapje neemt uit mijn lichaam en er ontstaat bloed, dan worden alle piranha's gek en vallen ze me aan. Dus er zijn twee taken. Eén is de prikkels op te vangen en als tweede rustig te blijven. Knap hoor, dat je dat zo doet. God. Glennis. Ja. De kleur die jij aan de piranha's hebt laten zien, is blauw. Ja. Klopt dit? Heel goed. Jeetje. Wat zeg je? De vleessoort die jij aan de piranha's hebt laten zien, was de krokodil. Ja. Klopt dit. Dankjewel. Wauw. Wow. Wat ja, jij ook. Ja, ja. Ja. Dames en heren, Reinder. Wat knap zeg. Goed gedaan hoor. Betty, ik
Totem. Ik wou nog zeggen, als ik een piranha was geweest, had ik denk ik wel gebeten. Ik denk niet dat ik de enige ben. Nou, wat mijn troost weer is, is dat ik eindelijk iemand heb gevonden die hysterischer is dan ikzelf. Was dit jouw eerste kennismaking met een piranha? Nou, mijn buurvrouw heet ook zo. Maar... Nee, maar ik moet je eerlijk zeggen, Glenn, was het een goudvis geweest, had ik mijn handen er nog niet in gestoken. Nee, precies. Maar hoe voelde het? Ja, je weet dat je het moet doen, dus je gaat gewoon. Maar je moet wel even alles op nul zetten, zeg maar. Ja, en jij, heb je ook alles op nul kunnen zetten? Ja, ik zette alles op nul. Ja. Maar die tijd die duurde zo lang in mijn hoofd. En ik dacht echt dat hij ging bijten, dat hij ging ruiken aan mijn duim. Ja. Weg ermee. Maar het is wel goed gelukt, hè? Ja, hij heeft het goed geraden. Fantastisch. Echt superknap. Ja. Ook dat lichaam ook, heerlijk. Oh my god. Nou, ik ben heel benieuwd of Uri ook daarvan onder de indruk was. We wachten nog heel even met zijn oordeel. We houden het spannend, maar we hebben nog veel meer wat ook absoluut nog het wachten waard is. Namelijk het wonderbaarlijke optreden van Kinetic Jelle. Een echt voodoo-ritueel van vampier Vincent en mentalist Robert's vergaande zoektocht naar zijn eigen pijngrens. Mis het niet, heel graag. Tot zo. Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na. Welkom terug live vanuit Studio 24 bij de nieuwe Uri Geller. Zojuist heeft onze mentalist Reinder zijn eigen leven en de gezondheid van onze BN'ers op het spel gezet door zich in een tank vol levensgevaarlijke piranha's te storten. Ik ben heel benieuwd hoe Uri oordeelt over jouw optreden, Reinder, en jij waarschijnlijk ook. Uri. Reinder. You know, I've seen a lot of psycho stunts in my life, but this has to be one of the most unusual ones. I have to say, I think that you're making mentalism a bit too complicated. You know, what a weird act. I mean, if you're a good mentalist, you don't need a lot of show. You know, the piranhas really didn't do it for me. Okay? Oké, wil je daar nog op reageren? Ik begrijp het. En dankjewel voor je oordeel. Nou, kijk eens aan. Maar u heeft thuis ook gekeken. Dus ik denk, nou ja, die piranha's die hebben op mij wel enorm indruk gemaakt. Ik vind dat Reinder door moet naar de kwartfinale. Belt u dan voor hem. 0909-8821 of sms Reinder naar 4600. En als u stemt, doet u dat niet alleen voor hem, maar maakt u ook nog eens kans op de volgende prijs. Met uw stem maakt u deze week kans op kaartjes voor een van de live shows of deze digitale camera van Olympus. Maar ook op een avondje uit voor twee personen naar de show van Uri Geller. Met gastoptredens van Rob en Emiel in Carré. En dat is inclusief diner en drankjes. Stemmen dus. Dames en heren, dit was Reinder. Dankjewel. Mentalist Robert gaat vandaag op een onwaarschijnlijke manier zijn eigen pijngrens mentaal onder controle proberen te houden. Ja, ja. Ik kan u vertellen, tijdens de repetities ging het helemaal mis. Ik ga een spijker in mijn neus slaan. En in principe ja, moet het helemaal goed gaan. Maar ja, je voelt niet alles, want ik schakel de pijn schakel ik volledig uit. Dus ja, mocht ik een keer een adertje of een botje raken, dan voel ik dat niet. Dus nou ja, dat is net gebeurd tijdens de repetitie, zoals je ziet. Nou, dat straks. Maar eerst staat mentalist Vincent backstage klaar. Uri had geen goed woord voor hem over. Was zelfs werkelijk verbijsterd toen bleek dat het publiek blijkbaar weer massaal op hem had gestemd. Het optreden van mentalist Vincent was weer bijzonder heftig. Uri kan het niet langer aanzien en verlaat zeer geëmotioneerd de studio. Ik doe dit niet echt in mijn shows. To walk away, but this was so disgusting. Hij heeft mij toen juist nog heel boos aangekeken, heel strak in de ogen.
meer vier op het gezicht. Vincent zorgt voor een mentale bloedband tussen hem en Dries Roelvink, wat ongekende gevoelens in Dries losmaakt. Ja, ik weet niet wat er met hem gebeurd was, maar hij leek wel inderdaad bevangen door Vincent. Oei doet geen enkele moeite zijn afgrijzen voor Vincent te verbergen voor het publiek. If the Dutch viewers will vote you in the show again, I will be utterly shocked. Maar het Nederlandse publiek trekt zich hier niets van aan. Het aantal Vincent de Vampier-aanhangers groeit met de dag. Er is een fanclub voor hem opgericht. Zijn aanhangers overspoelen hem met fanmail. En er worden zelfs cartoons over hem gemaakt. Vincent, jij bent ook door naar de volgende ronde. Voor vanavond heeft Vincent weer een bizar optreden in petto. Zal hij Uri vanavond weer tot het uiterste drijven? Ik hoop dat Uri vanavond niet wegloopt, want dan zal hij heel veel missen. Tja, tot groot ongenoegen van Uri Geller kunnen velen van u thuis kennelijk gewoon geen genoeg van hem krijgen. En dus is hij er vanavond weer bij. Dames en heren, hier is hij, Vincent! Vincent, you know, I feel like stopping you already now. You know, by the look of the disrespect in your eyes, what the hell are we in for tonight? Meneer Geller, vorige week bent u boos weggelopen tijdens mijn optreden. Om u geen gelegenheid te geven weer mijn act te verstoren, beloof ik u dat ik vandaag geen bloedzuiger zal opeten. Oké. That's fair enough. Haba mashalcha. Zonder bloed, geen leven. Patty? Kom met mij. Ja, ga dan maar. Kom op mij. Ja. Ja! Volg mij. Wat zeg je? Volg mij. Tot op zekere hoogte zal ik dat doen. En doe mijn naam. Dit gaat me al te ver, maar goed. Vampiers hebben een eigen vorm van voodoo, genaamd thaumaturgie. Vanavond zullen we deze rituele pop, mijn evenbeeld, dopen. Patty? Nee. Trek het doek van de kelk. Also nu voor zich, gooiat bald. Patty, kus mijn bloedzuigers. Ik kus maar één ding en dat is mijn man thuis. En deze kus ik echt niet. Dan doe ik het. Mag de doek neerleggen? Wat mag ik? De doek neerleggen. Trek deze doek van het kelk. Obolea pialdi samtao. Patty, neem de schaar. En knip een lok van mijn haren. Groot? Moet jij weten. Je mag doen wat je wilt. Doe die lok. Doe die lok. In de kelk. Knip nu een stuk van een vingernagel. En gooi die vervolgens ook in de kelk. Niet mijn vinger, de vingernagel. Ik ben toch niet bang voor bloed?
En dan gaat hij. Lekker mixje. Patty, roeren met de schaar in de kelk. Oké. Okay. Ja, mag niet alleen. Obolea Prialdi. Jij ook? Ik sla een rondje over. Doe ik niet vaak, maar vanavond wel. Patty, neem de pop mijn evenbeeld. Neem maar. En hou die boven de kelk. Goed in de rook. Also nu voor zich. Geef maar. Vanaf nu ben jij Vincent, mijn evenbeeld. Alles wat je mijn evenbeeld aandoet, doe je mij ook aan. Neem Vincent. Volg mij. Kom hier staan. Zo dadelijk, draai je een beetje zo. Zo dadelijk mag jij in naam van alle bloedzuigers wraak nemen door mij te pijnigen. Je kan dat doen door deze spelden in deze rituele pop te prikken. Wel enkel doen op mijn teken en alleen in het bovenlichaam. Dus ik moet die naalden in dat poppetje. Als ik het zeg. Ja, maar dat. Oké. Okay. Ja? Doe ik het? Het is niet goed. Ja, maar ik weet je, Vincent. Ja, Patty. Ik ben niet zo dol op naalden in poppetjes, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik kom uit een land waar dat hele andere dingen betekent. Ik heb er eigenlijk niet echt veel zin in, moet ik eerlijk zeggen. Wil je dan met een mes steken? Ik vind het zo vervelend dit, maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat het me eigenlijk nu... gaat het eigenlijk mij wel een beetje erg ver, hoor. Jij wil dat ik met dat mes... Ik wou eigenlijk de naalden, maar als je geen naalden wilt. Ja, maar ik hou niet van poppen met naalden. Dat betekent in mijn land hele rare dingen. En je kan wel doen wat je wil, maar ik vind dat deze stunt moet iemand anders maar doen. Ik heb hier echt geen zin in. Ik vind het echt heel irritant. Ik kan het niet. Nee, maar... Dankjewel. Dankjewel. Nee, ik vind dat gewoon, dat is een soort van voodoo waar ik... Ja, waar ik helemaal niet voor open sta. Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Als Uri er niet klaar mee is vanavond, dan ben ik er gewoon eigenlijk heel erg klaar mee. Maar het is geen voedoe? Ik doe het echt niet. Dat vindt echt, het zijn vele dingen die ik doe. Je mag 17 komkommers op mijn hoofd zetten. Maar ik ga geen naalden in een pop steken. Dat doe je maar bij jezelf thuis en dan weet ik veel. En eenmaal kom. Nog niet een halve naald. Ik hou er niet van, Vincent. Klaar ermee. Nu ben ik een keer klaar ermee. Gewoon, Uri, ja, ik doe dit niet. Het spijt me heel erg, ik doe dit niet. Als iemand anders het wil doen, graag, maar ik doe het niet. Echt waar, ik hou niet van naalden in poppen. Het kan echt geen kwaad. Maar ik vind eigenlijk tot hier en niet verder. Dat vind ik, persoonlijk. Het kan echt geen kwaad. Nee, ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om dat ik het niet goed vind. Ik breek even in. Want dit wordt een hele langdurige discussie. Ja, ik doe het niet. Nee, je doet het niet. Dus dan moet je het niet doen. Want ik doe echt. Dat begrijp ik. Ik kijk heel even of er iemand is die denkt, nou, dan ren ik er nu in. Als... Ik wil wel even een naald in het poppetje steken. Nou, kom op dan. Ik hou er niet van. Spijt me heel erg. Ga zitten. Ga jij lekker zitten. Oké.
Niet je eigen grens over. Ik kan dat qua inzegeningen. We zullen proberen. Ik weet niet, want zij heeft het begin van het ritueel wel meegemaakt. We zullen proberen. Ja, nou, misschien. Nou, Patty, als Patty nou zegt wanneer ik moet steken, dan is het toch indirect. Nou, ik denk dat we Patty gewoon moeten lekker laten zitten. Jullie maken het af, denk ik. Dus kijk maar naar daar. Ja. Want wij mogen totaal geen contact hebben. Oké. Moet ik nog wachten tot je ja zegt? Ja, ja, ja. Ik had gezegd op mijn teken. Oké. Okay. Reali oblea Santao. Neem de eerste naald en steek. Voel het in het onderbuik. Voel hier pijn. Hier, links beneden. Klopt dat? Het klopt. Maar welke kant voel je het? Ik voel links het meeste pijn, maar het is meer naar het midden eigenlijk. Hier zo. Ja, dat is niet helemaal correct. Neem de tweede naald. Ja. Moment. Dit is niet goed gegaan met dat ritueel. Steek. In mijn borst. In het midden ongeveer, klopt dat? Het klopt. In de buurt, in ieder geval. Oké, dan gaan we nu de derde proberen. En ik ga nu mijn bescherming afdoen. Zodat ik ook echt pijn kan voelen. Moment. Ik ga mij... Ben je klaar? Ik ben er klaar voor. Steek. Druk in mijn borst. Kom hier. Kom hier met mijn evenbeeld. Kom hier. Waar was de laatste? Hier. Hier. Ja. Omdat ik nu mijn bescherming heb afgelegd, ga ik die pijn blijven voelen. Dus moet ik nu mijn lijf opensnijden. Zodat de pijn eruit kan. Zal ik de naald eruit trekken? Dat doet het ook geen pijn meer. Nee, weet je wat? Je mag die pop een petje geven als aandenken. Oké. Dank je. Ja, dank je. Voor op je nachtkastje. Dames en heren, Vincent. Ik opende al met wat een bizarre avond zal het worden. Ik geloof dat het zo bizar nog niet is geweest. Hoe gaat het met je? Goed. Nu. Redelijk tot goed. Hoe gaat het met jullie? Jij bent bijgekomen inmiddels, of niet? Nou ja, ik weet het niet. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik vele dingen doe. Die piranha's had ik misschien ook niet gedaan, of hysterisch gedaan. Maar ik hou gewoon niet van dit soort dingen. Weet je, ik ben heel bijgelovig wat dat aangaat. En ik hou er niet van. Ik snap ook niet dat jij met het grootste gemak die spelden in zo'n pop prikt. Nou ja, zou ik dit poppetje zijn, het haar lijkt al enigszins, dan zou ik het niet hebben gedaan. Maar je dacht... Maar hij is klaarblijkelijk toe aan zelfkastijding, noem het maar wat. Dan is het een kwestie van een speldenprik. Ja. Ja. Nou, ik doe dit niet. Ik denk dat er misschien nog wel een potje kastijding van Uri bij komt, Vincent. Laten we gaan vragen wat hij vindt. Vincent. You know, once again, disgusting. Patty almost threw up on television, live TV. I mean, you know, I don't know what to say. Your acts are
beyond description. But you know what, Vincent? I know your game plan. What you're trying to do is you're trying to provoke me to get more votes for you. Do you think I'm stupid? I've done this in 20 countries, and I know what you're up to. Great act. And I know that I'm going to get a billion emails on my BlackBerry tonight from people disagreeing with me. But that's your game plan, because you've got out there a fan club, and I respect the Gothics, no problem. But what you're doing here is so outrageously disgusting, but I'm going to kill the act right now by saying that it was a good act. Let's see how people vote today. Now. Dat zullen we dan gelijk aan de mensen thuis vragen. Hoe stemt u? Vindt u dat Vincent misschien wel de nieuwe Uri Geller is? Belt u dan 0909-8822 of sms Vincent naar 4600. De vraag is, wat vond u? Dames en heren, dit was Vincent. Dankjewel. Dankjewel. Wat een rare avond, maar we zijn nog maar aan het begin. Er gebeuren nog meer bijzondere dingen vanavond. Iedere week is het hele land niet alleen in rep en roer van Vincent, maar ook van de man achter de desk. Want zodra hij het podium betreedt, gebeuren er ook bijzondere dingen. Ik verhoog me nu al op het optreden van, ik denk toch wel, de koning van het mentalisme. Uri, wat ga jij vanavond doen en wat kunnen wij doen om ons daarop voor te bereiden? Oké, Toske, tonight I want everybody at home to get ready for a mind-blowing experiment that will happen in your own homes and in your own minds. Everyone, get a piece of paper ready and a pen or a pencil or a marker, because I will project something into your brains through your own TV screens. You are going to be amazed. Nou, hier in de studio wordt al druk gegrepen naar allerlei papier en pennen. U hoort het, doet u dat thuis ook. Zorg dat u pen en papier bij de hand heeft en dat u deze bijzondere demonstratie niet mist. Want u weet het, alles wat u voor niet mogelijk houdt, gebeurt hier toch echt live in de studio. Zo is Kinetic Jelle daar, het levende bewijs van. Samen met haar vader is ze van plan een wonderbaarlijk optreden neer te zetten. En dat ziet u zo. Houd pen en papier bij de hand. Tot straks. Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na. Goedenavond, welkom terug live bij de nieuwe Uri Geller. Onze volgende mentalist heeft met zijn vorige optredens al regelmatig bewezen dat hij gevaar niet uit de weg gaat. Robert staat bekend om zijn levensgevaarlijke optredens. Ook dit keer sprak Uri zijn zorgen uit voor zijn show. You better be sure of yourself, okay? Maar niet alleen de mentale krachten van Robert moeten het leven redden van een van de BN'ers. Ook Patty speelt een zeer belangrijke rol. Ik dood vanavond niemand. Met de hulp van Patty en zijn eigen mentale gaven weet Robert de kast waarin Evert zit met zijn vlammenwerper te ontwijken. Nou, dames en heren, Evert! Voelde de vlammen dichterbij komen, een keer links en een keer rechts. En ik denk, nou ja, ik zie wel wat er gebeurt, maar er gebeurde helemaal niets. En dat was wel een grote opluchting. Ook vanavond zal Robert de grens van zijn mentale krachten weer opzoeken. Dit keer zonder vlammen, maar niet zonder risico. Ik ga een spijker in mijn neus slaan. En in principe, ja, moet het helemaal goed gaan.
Maar ja, je voelt niet alles, want ik schakel de pijn schakel ik volledig uit. Dus ja, mocht ik een keer een adertje of een botje raken, dan voel ik dat niet. Dus nou ja, dat is net gebeurd tijdens de repetitie, zoals je ziet. Keer op keer gaat hij tot het uiterste om het gevaar naar zijn hand te zetten. Met zijn mentale krachten schakelt hij zijn pijn, als het goed gaat, helemaal uit. Hier is Robert. Robert, what are we going to see from you tonight? And I hope it's not fire again. Nee, Uri, vanavond geen vuur. Uri, geen vuur, maar wel iets heel erg gevaarlijk. En ik zal vandaag weer een beroep moeten doen op je vertrouwen in mijn mentalistische gaven. Okay, thanks for getting my name right. Haba mashalcha. Goedenavond. Ik ga vanavond laten zien dat ik het lot kan sturen en pijn volledig kan uitschakelen. Ik wil graag naar het podium uitnodigen Christophe en Kelly. Kom maar naar het podium. Christophe, jij mag aan deze kant plaatsnemen. Kelly, neem alsjeblieft plaats aan deze kant. Goed, welkom op het podium. Zijn jullie een beetje ontspannen? Ik hoop het. Ja, fijn dat jullie me willen helpen in ieder geval. En ik wil jullie vragen om geconcentreerd te blijven. Zoals jullie zien heb ik hier 4 identieke handschoenen. Kelly, jij gaat zo meteen kiezen in welke handschoen ik mijn hand ga steken. Zoals je ziet heeft elke handschoen zijn eigen kleur. Kelly, ik wil dat jij 1 kleur in gedachten neemt. Een kleur waar jij je veilig bij voelt. Laten we het vanavond jouw gelukskleur noemen. Ja. Heb je deze in gedachten? Ja. Houd deze voor jezelf. Het is heel erg belangrijk dat niemand enig idee heeft welke kleur jij in gedachten hebt. En daarom, Christophe, gaan wij dit geheel afschermen met dat scherm. Zou je me willen helpen om het erop te zetten? Ja. Dankjewel. Ja, geweldig. Kelly, ik wil aan jou vragen om hier plaats te nemen en blijf je goed concentreren op je gelukskleur. Christophe, loop met me mee naar de boomstam. Ik wil aan jou vragen om uit deze pot 4 spijkers te halen. Nu? Ja, haal er maar uit. En om te controleren of het echte spijkers zijn, wil ik je vragen om 1 spijker in de boomstam te slaan. Echte spijkers? Echte spijkers. Christophe, ik wil je vragen of je hier wil blijven staan met je rug naar de handen toe. Oké. Okay. Je staat perfect. Dankjewel. Kelly, het is heel belangrijk dat jij alleen aan mij aanwijst wat jouw gelukskleur is. Terwijl je dat doet, trek ik alvast de handschoen aan. Je mag nu de gelukskleur voor mij aanwijzen. Oké. Okay. Kelly, ik geef deze hand aan jou. En dan gaat nu mijn hand op de plek van jouw gelukskleur. Kelly, bevestig jij dat in 1 van deze handschoenen mijn hand zit? Ja. Dankjewel. Christophe en Kelly, ik wil jullie vragen om nu het scherm weg te halen. Moet ik die handschoen omhoog houden? Nee, lieverd, je mag hem aan de zijkant van het podium neerleggen. Jullie mogen het scherm ook rechts achter op het podium neerzetten. Christophe, ik wil aan je vragen om de 3 spijkers te pakken. Nee. En de hamer. Oké. Okay. Je mag ze even hier neerleggen. Ja. De hamer ook. Het is heel belangrijk dat ik niet afgeleid word door licht, camera's of onverwachte bewegingen. Dus Christophe, ik wil je vragen om de blinddoek bij mij om te doen.
En doe hem goed strak. Ja. Wacht even. Yes. Dankjewel. Je mag weer aan deze kant komen staan. Ja. Kelly, ja. Het is heel belangrijk dat jij geen hints kan geven aan Christophe. Dus ik wil je vragen om bij de boomstam te gaan staan. Je mag niks zeggen, maar uiteraard wel kijken. Christophe, ik heb hier vier kleuren. Bij sommige kleuren zal je een veilig gevoel hebben. Bij waarschijnlijk één van deze kleuren heb je een onveilig gevoel. Dat noemen we voor vanavond jouw ongelukskleur. Vermijd deze ongelukskleur bij het nemen van je keuze. Okay. Christophe, ik wil dat je nu in gedachten denkt aan de pijn die je voelt als er een spijker dwars door je hand heen wordt geslagen. Kun je je die pijn voorstellen? Ja. Dan wil ik nu dat je je eerste veilige kleur kiest. En dan mag je de spijker eens een klein stukje in het hout slaan. In je veilige kleur. Oké. Okay. God. Goed. Alleen maar in het hout. Eerst een heel klein stukje erin slaan. En als dat gebeurd is, wil ik je vragen om met één hele harde klap de spijker dwars door de hand heen te slaan. Ik hoop handschoen. Nou. Ik hoop het ook, Christophe. Dat waren er meer, maar... Dit was gelukkig niet mijn hand, Christophe. Daar ben ik heel erg blij om. Ja, ik ook. Christophe, kan je je voorstellen de angst die ik nu op dit moment voel? Ja. Dan wil ik dat je nu een tweede veilige kleur kiest. En sla de spijker er een klein stukje in. Blijf geconcentreerd. Heb je de kleur in gedachten, de veilige kleur? Ja. Sla de spijker er nu een klein stukje in. Christophe, probeer weer in één slag de spijker dwars door de hand heen te slaan. Ik ga het proberen in één slag, maar... Oké. Okay. Zie dat ik mijn eigen vingers niet meeneem. Pas op voor je eigen veiligheid. Ja. God, wacht even hoor. Goed. Dat was niet op de nagel. Oh. Nou, dat komt er goed uit. Dat was de angst. Concentreer je goed. Ja, ja. En nu komt hij hoor. Ah, kom op, Christophe. Ja. Fuck. Het is een familieshow, hè, Christophe? Ja, ik weet het. Nou, dat mag ik zeggen na het bloed, denk ik, toch? Kom maar. Christophe, nog twee handen te gaan. 50% kans dat ik vandaag mijn hand nooit meer normaal kan gebruiken. Ik wil je vragen, concentreer je. Ontwijk je ongelukskleur. En kies nu de laatste veilige kleur voor jou. Heb je deze gekozen? Ja. Sla de spijker een klein stukje in. Christophe, sla de spijker er doorheen. Is hij er doorheen? Ja, hij is er doorheen. Oké, okay. Gelukkig. Christophe, pak de laatste hand. Voel aan de laatste hand die over is. Ja. Dat is mijn hand. Ja, ik ben heel blij dat het deze hand is. Het is gelukt. Ja. Ik ook. Goed zo. Maar dames en heren, wat als het wel fout was gegaan? Ik ga u nu laten zien dat ik mijn pijn volledig kan uitschakelen. Kelly, ik wil aan jou vragen om alle spijkers mee te nemen.
En Christophe en Kelly, lopen alle twee met me mee naar de volgende boomstam. Jullie mogen hier plaatsnemen, aan deze kant. Voor jullie eigen veiligheid. Geweldig. Zo? Ja. Kelly, je mag de bak met spijkers neerzetten. Ik wil dat jullie alle twee één spijker pakken. Controleer of dit een echte spijker is. Ja? Ja? Geweldig. Dan wil ik nu aan jullie vragen om alle twee die spijker zo ver mogelijk in jullie neus te stoppen. Ja. What the heck? Ga je gang. Welke kant? De punt dus naar boven. De punt er als eerste in. Ik zal... Blijf jij maar lekker daar, dan gebeurt er niks verkeerds met mij. Kelly, mag ik jou spijken? Ik zal het laten zien. Dat doet zeer al hoor, hier. Oh. Wat heel belangrijk is, is dat je hem eerst een beetje vochtig maakt. Dames en heren, dit is levensgevaarlijk. Er staan mensen klaar in de coulissen om in te grijpen als dit fout gaat. Twee tips. Als eerste, don't try this at home. En als tweede, als ik moet niezen, bukken. Als de spijker er een klein stukje in zit, dan komt hij altijd tegen een botje. Is op zich geen probleem. Je hebt alleen even wat nodig om hem door het botje heen te slaan. Ik gebruik daarvoor de microfoon. Zou je mij aan willen geven, Christophe? Dan hoort u hem namelijk in de zaal en ook thuis door het bordje heen gaan. Kom op, zeg. Christophe, ja? Nu is de beurt aan jou. Wat? Nee, ik wil aan je vragen. Pak een van de kleine hamertjes. Helemaal niet goed. En geef voorzichtig, met de nadruk op voorzichtig, een klein tikje tegen de spijker. Weet het zeker? Ik weet het zeker. Fuck! Oh, sorry, weer. Sorry. Christophe, dit is een familieshow. Ja, ik weet het. Oké. Ga op veilig afstand. Ja, ja. Kijk of je er helemaal in kan. Verder kan hij niet. Yes. Dat is helemaal jammer. Sorry. Nu het lekkerste gedeelte er weer uit. Ja, Kelly, ik wil aan je vragen, pak de nijptang. Alsjeblieft. Go. En haal voorzichtig en langzaam, liever met de nijptang. Voorzichtig en langzaam de spijker uit... Ah, mijn neus. Ah. Oh mijn god, mag ik deze meenemen naar huis als aandenken? Oh mijn god. Hey. Ah. Woe. Kelly. Ah. Ik wil... Oh, je leeft nog. Ik leef nog. Kelly, ik wil u vragen als laatste controle. Wil je de spijker in het kleine blokje hout slaan, wat onder de spijker staat? Die? En dan? Hij is echt. Ja. Kelly, Christophe, jullie wel. Mogen meenemen als aandenken. Geweldig. Dank voor jullie hulp. Ja. Je mag even blijven staan. Blijf maar even staan. Dankjewel, Robert. Je mag lekker gaan zitten. Christophe, je mag lekker gaan zitten. Wat zit je nou met je familieshow? Wie gaat nou in een familieshow een ding in zijn neus rammen? Ik. Ja, jij. Ja, Mafkees Engert. Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, Tosca, dat ik jouw taalgebruik minder erg vind. Ja, toch? Ja. Maar zat de spijker recht op de kop? Nou, dit is ongelooflijk. Ik ben wel een beetje misselijk, moet ik zeggen. Ja. Maar ik vind het fantastisch wat die man het heeft gedaan. Nou, het is echt. Ja. Maar denk jij dat je echt pijn kunt uitschakelen? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja? Ik kan het zeker. Ik geloof in dit soort dingen, maar ik heb het nu van dichtbij mogen
bekijken. En ja, hij ging er echt in. Dus, en het was een echte spijker. Dus, wat zit er eigenlijk achter je neus voor iets? Ja, bij jou niks, denk ik. Maar goed, ik vond het eng. Ik vond het ook eng. We gaan naar Uri. Kom op, Robert. Robert, are you a nutcase? Do you really want kids hammering nails down their noses tomorrow in school? Absoluut niet. You know, this act was freaky, it was crazy. I don't know, the way you manage pain is, it was pretty stunning. And I also disagree, and I was against swearing on live television. I even understood that. And I can tell you that most viewers in Holland will remember this act for a long time. That's it. Oké, dankjewel. Ja, ik wil ook nog één keer zeggen voor iedereen die heeft gekeken, alsjeblieft. Niet om stoer te doen of wat, doe dat. Niet. Wilt u graag een keer nog wat anders zien van Robert? Misschien iets minder controversieel? Wilt u hem graag terugzien in de kwartfinale? Belt u dan 0909-8823 of sms Robert naar 4600. Ik sta nog steeds een beetje te trillen. Dames en heren, dit was Robert. Dankjewel. Het hele land is iedere week in verbijstering als hij met zijn mentale gaven het onmogelijke mogelijk maakt. Geloof wat u wil geloven, maar doe eerst mee met de volgende demonstratie en oordeel daarna pas. Dames en heren, ik nodig uit het fenomeen Uri Geller. Dank u. Habemashelcha. Uri, habemashelcha. Dank u very much. Now listen, everyone. Do you have your pencils and papers ready at home also? Yep. Pull them out. Great. Now listen, let's do it quickly, sharp and to the point. You know that the American military conducted experiments which are called remote viewing. Tonight, we're going to do one. Over the last 10 days, I have done a lot of traveling in Europe. And recently, I was in a famous European capital. Behind me, or in front of me right here, which you do not see, is a photo that was taken of me in one of these capitals, standing in the background of a famous site. But I have it, of course, turned around. I can see the picture, you can't. Now, I am going to project what is on this photograph into your minds, and you two here too, everyone here, but mainly people at home. It will be the name of the city and the thing that is behind me. Now, if you open your minds and you concentrate, you will receive my images. Now, you may not get the entire photo, but probably you'll get an element of it. And you will be successful. Be positive, open your minds. Now, here we go. First, I'm going to say the name of the city. The name of the capital city, of course, mentally, into your minds. Are you ready? Listen, you might hear it. And then if you hear it, write it down, and then I'll project to you what's behind me in this photo. Here we go. 1, 2, 3. I said it. One more time. 1, 2, 3. And one more time. 1, 2, 3. And now I'm visualizing what is in the picture. I'm in the picture. I may be in the left or the right. But there's something, a giant famous item behind me. Here we go. I'm drawing it in my mind to you. Draw what you feel, all of you.
Come on, draw it. Come on. If you've written the name of the city, or you drew it, let me know. Okay. I'm going to now turn the picture around. I want you to raise up your hands. How many got it? I'm really curious. Of course, I can't see you guys at home, you people at home, but I'm sure you got it. One, two, three. Who got it? Wow! So many! That's unbelievable! Raise up your pictures, let me see. Wow, wait, let me get the picture. That's incredible. Wow. That is really hard to believe. You even got the size of it. Paris. That is great. Now, if anybody at home, yes, also got Paris, also got the Eiffel Tower, take a picture of the photo you drew and send it to us right now. Oops, thank you very much. Bye. Anyone get it here? Ongelofelijk en onschuldig. Ook wel eens fijn. Allemaal Parijs. Patty, ik zag jou ook tekenen. Wat had jij? Ja, je gaat het echt niet geloven, maar ik had echt Parijs. Nee. Toevallig mijn lievelingsstad. En ik had ook echt gewoon die Eiffeltoren. Hey, en wat heb je nog meer? Wat krijg jij voor berichten binnen? Nou, ik krijg hele goede berichten binnen, maar vooral ontzettend veel. De telefoon staat hier roodgloeiend. Er wordt gemaild, ge-sms'd en er worden foto's gestuurd. Maar het meeste wat wij binnenkrijgen zijn de reacties over Vincent. En ik moet je heel eerlijk zeggen, Tooske, het spijt me dat ik de show daarnet op brute wijze wilde stoppen. Omdat ik gewoon echt helemaal niks met dat voodoo-gedoe heb en die poppetjes. En er wordt gelukkig heel veel gebeld van mensen die mij daarin steunen. Even over de act van Vincent heb ik hier bijvoorbeeld. Ik geef Patty groot gelijk dat ze daarmee stopte. Bravo, er zijn grenzen. Dre uit Utrecht. Iemand die zichzelf snijdt op tv en bloed drinkt, is niet normaal. Groeten Kevin. Wat hij net heeft gedaan was pure voodoo. Hij zegt van niet, maar dat was het wel. Dat vond ik dus ook. En het is een regelrechte schande. Frederica Bult, we voelen ons soms niet echt lekker tijdens het optreden van Vincent. Dat komt waarschijnlijk door het bloed. Mechellen. Oké, willen jullie alsjeblieft mij blijven mailen? Willen jullie fotootjes maken van alle krachten die bij jullie thuis binnenkomen? Mail mij naar uri@sbs.nl. Je kan ook fotootjes sturen, mms dan naar 3669. Of bel mij en zeg wat je van vanavond vindt op 0909-8866. Dankjewel. Laat u alsjeblieft van u horen, dan gaan wij verder met de avond. Want er zijn nog meer mentalisten. Iedere keer laat ze een diepe indruk achter op iedereen. Zo'n jong meisje met zulke onverklaarbare krachten. Bijgestaan door haar vader zal de 12-jarige Jelle u straks opnieuw verbazen. Blijf bij ons, heel graag tot zo. Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na. Welkom terug bij de nieuwe Uri Geller. Onze jongste mentalist staat te popelen om haar telekinetische gaven aan u te tonen. En dat die gave op zijn zachtst gezegd heel bijzonder is, bleek absoluut uit haar vorige demonstraties. Met haar telekinetische krachten weet Jelle samen met haar vader Gani weer een adembenemend optreden neer te zetten. Ik was echt verbaasd over hoe ze er vandaag mee omging. Met haar bijzondere gaven is Jelle in staat de kleinste dingen in beweging te krijgen. Ja, Jelle heeft mij uiteindelijk het meeste verbaasd, want dan kon ik echt niet bevatten wat ze deed en hoe het werkt en wat er gebeurde en welke krachten er speelden. Ook Uri is weer diep onder de indruk van onze jonge mentalisten. Is it magic? Is it real? Or is it beyond belief? Fantastic performance.
De emoties lopen na het optreden hoog op. Maar veel tijd om bij te komen hebben Jelle en Gani niet. Ze moeten zich weer voorbereiden op een nieuwe show. De afgelopen week was weer behoorlijk zwaar voor vader en dochter. Maar uiteindelijk zijn ook zij weer klaar voor een nieuw en indrukwekkend optreden. Ik weet zeker dat ze vanavond mij weer gaat verrassen, maar ook heel veel andere mensen. U hoort het, zij is er klaar voor. Ik hoop u ook. Laat u verbazen en verrassen. Hier is samen met haar vader, Kinetic Jelle. My second friend is Jelle. Jelle, you know, because of you, most kids in Holland tune in into this show. Don't disappoint them. What are you going to show us? Zwaartekracht. Okay. Then, habama shelachem. Een klein meisje groeit op en neemt stappen in het grote leven. Een buurmeisje van Jelle maakt een zandkasteel en zij laat het zand vliegen. Een jongetje speelt met een bal. En Jelle speelt met zwaartekracht. Met kleine stapjes steeds grotere dingen in beweging brengen. Vandaag gaat Jelle haar krachten meten met twee sterke mannen. Dat zijn jullie. Hallo, Christophe. Jij mag aan die kant gaan staan. Hoi. Jij mag aan deze kant gaan staan. Oh, is nog aan, ja. Ga maar een beetje. Je mag even kijken. Je pakt haar gewoon beet, zo. Ja. En til je haar op. En gewoon vasthouden. Even dat. Alleen dat. Nee, optillen en weer neerzetten. Goed zo. Heel mooi. Blijf rustig staan. Sta recht. Met je voeten naar de grond. Met je hoofd naar de hemel. Kijk in de ogen van Jelle. Want Jelle speelt met zwaartekracht. Plaats je handen waar je ze net had. En probeer haar maar op te tillen. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ja. Dat lukt dus. Jelle speelt met zwaartekracht. Niet met jou. Met zwaartekracht. Bedankt. Oké. Dag Christophe. Ik zou jou willen vragen om met deze hand bovenaan vast te pakken. En met deze hand onderaan. Ga een klein beetje door je knieën. En hou het stevig vast. We hebben een klein wedstrijdje. Dat wil zeggen, je bent 30 jaar. Je neemt het op tegen een 12-jarige. Schoon aan de haak, 36 kilo. Jij doet alles in jouw mannelijke macht wat jij kan om deze houding te houden. Alle kracht, al je spieren, alles wat je aan reactie in je hebt. Kom
mocht. Goed zo. Dat is heel goed. Duidelijk. Goed zo. Ja. Mooi. Er zijn maar weinig mensen die van Jelle winnen met handje druk. I believe. Er is al veel geld mee gewonnen. Je mag omhoog staan. Stap er maar op. Ja? En op deze zal staan. Op je hurk? Ja, op je hurk. En je mag ook gewoon op je knie zitten. Ja, oké. Okay. Alsjeblieft. Zo. Geef les maar daar. Zo? Goed zo. Open of? Draai het dopje er maar af. Goed zo. Zeg maar als je er bent. Ja. Dan laat jij jouw onderste hand heel langzaam zakken. Hou die fles vast. Goed zo. Goed zo, hou vast. Hou vast, Jel. De zwaartekracht heeft geen vat op dit water. Ja. Kijk maar heel even naar boven. Je mag naar boven kijken. Zie je? Het is mooi, hè? Het is heel mooi. Het is fantastisch. Kijk naar Jelle voor het laatste. Kijk maar naar Jelle. Ja. Oh. Laatste. Goed zo. Wow. Woo. Fantastisch. Kinetic Yella. Fantastisch. Dames en heren, Kinetic Jelle en haar vader Ganni. Ga lekker zitten, droog jezelf af. Handdoeken komen jouw kant op. Jongens, wat fenomenaal weer. Geweldig. Even vragen of zij het... Jij bent, Christophe, jij bent wel iemand die gelooft dat er meer tussen hemel en aarde is. Wat vind jij nou hiervan? Oh, dit is zo prachtig. Dit is zo mooi. Voelde je die energie? Oh ja, maar weet je, je hebt het gevoel dat je... Ken je Droomvlucht in de Efteling? Ja. Nou, dat maal 10, maal 1000. Zo mooi, het is prachtig. Jij bent de meest sceptische van ons allen, geloof ik. Ja. Hoe heb je dit ervaren? Nou, ik heb niks met eigenlijk benaalde in poppetjes duwen en bloed en dat soort dingen... Met spijkers, daar heb ik ook zoiets van, dat geloof ik allemaal wel of niet. Of weet je, daar ben ik sceptisch in. Dit is bijzonder als ik dat meisje vastpak. En ik voel door mijn hele lijf, voel ik iets gaan. En ik krijg er niet meer van de grond. En dit gebeurt nu net met dat water. Nou, het is echt. Blown away. Ja. Blown away. We gaan vragen of Uri ook blown away was. Jelle en Ganni. You know, the style, sophistication, and the elegance of your demonstrations continue to shine. Super act.
Nou, dat is denk ik alles wat hij moet zeggen. Gefeliciteerd, geniet daar lekker van. Als u nou thuis ook, ja. Dat begrijp ik heel goed. Oh, en Christophe gaat er zelfs bij staan. Nou, als u thuis ook staat te juichen voor Kinetic Jelle en haar vader. Als u denkt, die moet absoluut door naar die kwartfinale. Belt u dan 0909-8824 of sms Jelle naar 4600. We zijn allemaal onder de indruk. Hartelijk bedankt. Dit was Jelle. Dankjewel. Ja, en dan is het zover. Het is tijd voor nog zo'n heel bijzonder optreden. Dit is absoluut onverklaarbaar. Ik begrijp hier niets van. Het is het gastoptreden van twee opmerkelijke finalisten van het afgelopen seizoen. Heel Nederland was vorig jaar in de ban van hun ongelofelijke mentale gaven. Weet u het nog? Rob en Emiel wisten vorig jaar in de nieuwe Uri Geller het publiek keer op keer te verrassen met hun optredens. En die droomreis die kost een bedrag van 15.000 euro en 10 cent. De mentale band tussen de twee vrienden is zo sterk dat ze Uri elke show weer weten te verbazen. Well done. De BN'ers staan met het zweet in hun handen als ze het podium moeten betreden. Ik wil het echt niet. En die angst is niet altijd onterecht. Het mentale duo belandt uiteindelijk in de finale en zorgt ervoor dat heel Nederland weet wie Rob en Emiel zijn. En vanavond treden ze nog één keer op, speciaal voor u. Speciaal voor u en speciaal op verzoek van Uri Geller. Ze zijn hier, dames en heren, Rob en Emiel! Robin Emil, you know, it's hard to believe, but it's exactly 1 year that... 1 year passed, can you believe it, that both of you stood here and only one thing changed. Today, you're not standing here as contestants, but as superstars. You know, it is amazing how you guys developed yourselves and how successful you are. It is, for me, it's an absolute honor to welcome you. And just, you know, what I say is, Habama Shelachem. Thank you. Thank you. Goedenavond, dames en heren. Wij gaan u vandaag laten zien dat Rob kan kijken zonder zijn ogen te gebruiken. Om ervoor te zorgen dat Rob niet echt kijkt naar wat er hier allemaal gaat gebeuren, gaan we hem blinddoeken met deze sjaal. Beste gasten, zouden jullie deze willen controleren? Zodat jullie zeker weten dat je er absoluut niets doorheen kunt zien. Helemaal donker? Helemaal donker. Helemaal donker? Dankjewel. Want deze sjaal gaan we gebruiken om Rob te blinddoeken. En terwijl Rob zichzelf blinddoekt, wil ik iedereen hier in de studio vragen om er iets bij te pakken wat u bij zich heeft. Een voorwerp of een ding, iets uit uw zakken of iets wat u bij zich draagt. En leg dat voor u uit, op uw open hand. Ga uw gang. Leg allemaal die voorwerpen voor u uit, op uw hand. Het is belangrijk dat iedereen er iets bij pakt. Doe allemaal mee, hè. Kom ik bij u langs, wijs ik uw voorwerp aan en wordt deze goed omschreven door Rob. Zeg dan duidelijk ja, zodat iedereen in één keer weet of het antwoord dat hij geeft inderdaad juist is. Kom op, wil je allemaal het eerste voorwerp voor je zien? Is dat een rietje? Zeg duidelijk ja als het goed is. Ja. En dat... Is dat een ring? Ja. Oké.
Volgens mij is dat een horloge. Ja. En dat is ook een ring. Is dat kauwgom? En dat lijkt me een soort sleutel. Mooi, kun je vertellen wat dat is, Rob? Kom eens daarmee. Ik zou willen zeggen dat een armbandje is, Emiel. Een armbandje, ja, blijf maar zitten hoor. Blijf maar zitten. Mooi, doe een schokje naar het voorwerp op zijn vingers. Volgens mij is dat een klein flesje. En alsjeblieft, dat is iets van papier. Ja, dat is iets van papier. Alsjeblieft, dit voorwerp, Rob. Dat lijkt wel een mobiele telefoon. Nu dit voorwerp. Dat is een pen. En probeer dit eens. Volgens mij is dat een rijbewijs. Mooi, doe een schokje hier. Volgens mij is dat ook een flesje. Kijk aan, daar nog iets. En dat is een pasje. En alsjeblieft, daar. Volgens mij is dat ook iets van papier. Oké. Wil je nu vertellen wat dit is, Rob? Volgens mij is dat een soort lampje. Een soort lampje. Kom ik hier nog iets tegen? Dat is een aansteker. En hier nog iets. Dat is een sleutel. Alsjeblieft, dat is een mobiele telefoon. Kleur. Zwart. Nu deze. Zilver. Met het merk. Samsung. Dank je. Ik zou willen vragen of ik van iemand een portemonnee mag lenen. Je krijgt hem terug, maar ik ga er wel in kijken. Maar daar achterin hebben we er een op. Achterin, een beetje achterin. Zo een beetje. Ja. We gaan een beetje naar de tribune hier. Heeft hier iemand een portemonnee? Ik zie daar een portemonnee van die dame daar. Ja? Loop even deze kant op. Geef even deze kant op. Dankjewel. Emiel, ja. dit is een leren portemonnee. Kleur? En hij is bruin. En maak hem eens voorzichtig open. Dan zie ik daar gelijk iets van een pasje in zitten. Van welke instelling is die dat? Die is van de CZ, denk ik. En probeer de voorletters eens, Rob. En wat zijn nou voorletters? Mevrouw, zijn uw voorletters RJ? Ja. Het is van uw zoontje, maar het is pasje van uw zoontje. De voorletters die erop staan zijn RJ. Is dat juist? En kun je vertellen van welke winkel dit pasje is? Die is van de Macro. Die is van de Macro, ja. Daar wordt in het groot gekocht. Ik ga voorzichtig eventjes verder hier. We gaan gewoon even bovenin kijken. Dit is altijd spannend. Je weet nooit precies wat je tegenkomt. Pas op dat er niks uitvalt. En alsjeblieft dit hier. Dat zie ik iets van een papiertje in zitten. Er zit nog een papiertje in, ja. Wil je vertellen wat dit is? Dat is een bankbiljet. Alsjeblieft de waarde. €50. Ja. Dankjewel. Geef me eventjes terug aan mevrouw. Dankjewel. Heb ik er nog één? Nou, laten we hier iets mee doen, dames en heren. Ik krijg hier een portemonnee aangegeven van iemand. Deze keer gaan we iets meer in op details. Heeft u er een bankbiljet in zitten, mevrouw? Nee, heeft er iemand een bankbiljet wat we mogen lenen? Voordat we dat gaan doen trouwens, hou de portemonnee er even bij. Voordat we het bankbiljet erbij gaan pakken, wil ik eerst erop dat jij de blinddoek af gaat doen. Zodat iedereen kan zien dat er absoluut niets in jouw oren zit en ook niets in jouw ogen zit. En niet alleen, dames en heren, doe ik de blinddoek af, maar ook ga ik hier vlakbij staan. Ik zou aan Patty en Kelly willen vragen allebei op te staan en te controleren dat ik niets heb in mijn handen, niets heb in mijn ogen. En jullie kunnen controleren dat er niets verstopt zit in mijn oren. Sterker nog, Kelly, jij mag de microfoon vasthouden en controleren dat ik mijn ogen de hele tijd dicht hou. Eerlijker dan dit, dames en heren, kan ik het u niet laten zien. En voor het laatste gedeelte wil ik vragen of ik van iemand een bankbiljet mag lenen. De jonge dame had net daar al een portemonnee vast. Alsjeblieft, ja, de waarde. Dat is een bankbiljet van €50, Emiel. Mooi, alsjeblieft, lees allemaal het serienummer. Het serienummer. Kun je allemaal zoveel mogelijk meelezen? Kijk allemaal naar het serienummer. Kijk allemaal mee, kun je allemaal meelezen hier? Mag ik jullie echt vragen zo stil mogelijk te zijn, alsjeblieft? Wil je allemaal zoveel mogelijk meelezen? Kijk allemaal mee. Oké. Kun je alsjeblieft vertellen wat het. Volgens mij is het. Wil je allemaal meelezen? Kijk allemaal mee. Volgens mij is het Z. Nu de cijfers. 3, 4, 4, 3. Ja, het is Z. 3, 4, 4, 3. Daarna een 7 en een 4. Kun je alsjeblieft allemaal meelezen? Een 3 en een 6, een 7, een 4 en een 9. Dat is helemaal juist. Dat is Z, 3, 4, 4, 3, 7, 4, 3, 6, 7, 4, 9. Alle cijfers en de letters. Ik geef deze weer terug. Uit applaus, dames en heren, is natuurlijk voor Rob Molien. Nou, het applaus is niet alleen voor Rob, het applaus is ook voor Emiel. Goed
God je te zien. Ja, ontzettend goed om jullie te zien. Mag ik je heel hartelijk bedanken. Graag ik denk gedaan. Dat we allemaal weer enorm onder de indruk zijn. En mag ik jullie heel veel succes wensen met je eigen tour. Dankjewel. Dankjewel dat jullie er waren. Dames en heren, Rob en Emiel. Hartelijk dank. Ja, zij lopen ontspannen weg, want zij zitten niet meer in de wedstrijd. Onze vier mentalisten natuurlijk wel. Ze hebben alles gegeven om u ervan te overtuigen dat zij hun plek in de kwartfinale verdienen. De lijnen staan open, dus stemt u alstublieft op uw favoriet. Voor Reinder, bel 0909-8821 of sms Reinder naar 4600. Voor Vincent, bel 0909-8822 of sms Vincent naar 4600. Voor Robert, bel 0909-8823 of sms Robert naar 4600. Voor Gani en Jelle, bel 0909-8824 of sms Jelle naar 4600. Met uw stem maakt u deze week kans op kaartjes voor een van de live shows of deze digitale camera van Olympus. Maar ook op een avondje uit voor twee personen naar de show van Uri Geller. Met gastoptredens van Rob en Emiel in Carré. En dat is inclusief diner en drankjes. U kunt tijdens de commercials stemmen op uw favoriete mentalist. En Uri zal zometeen ook zijn favoriet aan ons allen bekendmaken. En u weet het, die gaat sowieso door naar de kwartfinale. Maar we hebben zometeen nog iets, of eigenlijk nog iemand. U kent hem vast nog wel. Iedereen zat ademloos te kijken naar zijn optredens. De finalist van het afgelopen seizoen, Hayashi. Hij heeft straks een boodschap voor u en in het bijzonder voor Patty. Wat het is, ik weet het ook niet, maar we zien het zo. Dus blijf stemmen en blijf bij ons. Tot straks. Heel hartelijk welkom bij de nieuwe Uri Geller, de uitslag. Ze zijn alle vier ontzettend zenuwachtig, want ze weten dat één van hen zal afvallen. Maar wie mag er wel naar de kwartfinale? Dames en heren, hier zijn de mentalisten van vanavond. We hebben weer hele bijzondere, bizarre, vreemde dingen van ze gezien. Uri, aan jou weer de eer om één van deze mentalisten immuniteit te geven. En daarmee dus één van deze mensen te verzekeren van een plekje in de eerste kwartfinale. I don't even have to think at all. I can tell you right now, it's Gani and Jelle. Gani en Jelle. Jongens, van harte gefeliciteerd. Dat betekent dat jullie de eerste zijn die de kwartfinale hebben weten te bereiken. Maar de vraag is natuurlijk, wie mag zich bij jullie aansluiten? Het lot van de drie mentalisten die nu nog op het podium staan, ligt in uw handen. De lijnen staan nog maar 30 seconden open. Dus stem nog op uw favoriet terwijl het nog kan. Ik loop even deze kant op om te vragen. Hey, Rob en Emiel ook aangeschoven, gezellig. Christophe, wie heeft vanavond het meeste indruk op jou gemaakt? Ja, voor mij lieve meisje, Jelle. Ook ja. Jelle. Ja, het is heel bijzonder. Jeroen? Zo'n telekinese dit. Had de woorden uit mijn mond, Jelle. Ja, hè? Ja. Ja. Je, toch zo, je kwam sceptisch binnen. Nou ja, ik wil niet arrogantie hebben om te denken van ik weet alles al en ik wil alles kunnen begrijpen. Er zal veel meer zijn en dat vind ik interessant. Dat is in dit geval waar. Ik voelde het gewoon aan de lijve. Ja, je voelde het tintelen en doen en bijzondere. Ik hoor een dreun. Dat betekent dat de
tijd om te stemmen is afgelopen. Ik wil nog heel even naar de dames kijken. Wie mag er blijven, wie moet er gaan, Glennis? Jelle mag blijven. Jelle mag blijven. Ja. Kelly? Ik sluit me daar. Jelle mag blijven. Nou ja, dat mocht ook van Uri, dus dat weten we alvast heel erg zeker. De stemmen worden nu geteld. Dus wie zich bij Kinetic Jelle en haar vader mag aansluiten, dat horen we zo. En terwijl het grote stemmen gaat gebeuren, wil ik nog even aan Patty vragen. Patty, wat heb jij nog voor reacties uit het land binnengekregen? Nou, wij zijn letterlijk oversteld met foto's, vooral dit keer, Tooske. Ik wil jullie echt de leukste niet onthouden. Maar kijken. Meeste zijn toch echt Parijs? Hoppa, Parijs. En daar staat hij, die Uri, daarnaast. Nog een, Parijs. En het is echt, maar echt honderden foto's van die Eiffeltoren hebben we gekregen. Fantastisch dat dat ook tot aan bij u thuis helemaal is doorgedrongen. Waanzinnig. Nou, die is wel heel erg mooi gemaakt. Ja, waanzinnig. Kijk nou toch. En met de lepel in zijn hand, hoor. Ja, Rosa, heel goed gedaan, meid. Ja, deze ook, kijk. Oh, 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 wat is het waanzinnig. Echt helemaal goed, helemaal goed. Ik ga jullie dadelijk nog één ding laten zien. Want ik heb hier ook stiekem staan te tekenen. En ook ik had Parijs. En ik had namelijk ook Uri aan de andere kant. Maar Uri die geeft mij net de originele foto waar het allemaal om ging. En moet je eens kijken wat er gebeurd is. Kijk, dit is mijn Eiffeltoren met Uri. En dit is de originele foto. Wil je even kijken? Het is gewoon tot op de millimeter gelijk in hoogte. Ja, ik weet het niet, hoor. Het is waanzinnig, echt waar. Ik heb ook een heleboel mailtjes binnengekregen. Zo is daar een ene Onno uit IJsselstein. Ik was alleen thuis en ik dacht, ik doe voor de lol mee. En ik keek naar de tv en toen hij afgeteld had, kwam het op, gewoon opeens in mijn hoofd op. En ik dacht dat ik het verkeerd zou hebben. Maar het klopte gewoon. Het klopte gewoon. En wat er nog meer klopt, is dat de stellen geteld zijn. Ik word er helemaal nerveus van. Nee, nog niet. Nog niet klaar. Hallo Patty, ik wou even zeggen dat Gani en Jelle echt heel goed zijn. Hoe ze het doen weet ik niet, maar het is echt geweldig. Veel plezier nog deze avond. Dankjewel Namwelle. Het ging gelijk. Mijn moeder kreeg gelijk het seintje van Uri. Het ging meteen, die Eiffeltoren. Het gaat heel veel over de Eiffeltoren. Bij deze stuur ik het resultaat van Uri's act. Een tekening met daarop het woord Parijs en een tekening in de Eiffeltoren. De stemmen zijn geteld en dat betekent dat Tooske de gouden envelop heeft. Ja, die heb ik inderdaad, de uitslag hier in mijn handen. Het is zover. Twee van jullie mogen naar de kwartfinale. Eén van jullie moet helaas de wedstrijd verlaten. Reinder, heb jij alles gegeven vanavond wat je had? Denk je dat je het meest overtuigend bent geweest? Ja, ik denk dat ik heel overtuigend ben geweest. Uiteraard kan ik nog veel meer doen, maar vanavond was spektakel. Goed zo. Vincent, toen jij begon aan deze serie, had je toen kunnen vermoeden wat je allemaal zou losmaken bij Uri, bij heel Nederland? Tuurlijk, ik ben een mentalist. Je voelde het al lang. Hoe gaat het aflopen dan? Dat zeg ik niet. Robert, was vanavond het beste wat je kan geven? Ik vond het vanavond helemaal geweldig en goed gaan. Ik ben erg tevreden, absoluut. Goed zo. Uri, kijk naar deze drie mannen en vertel me nog even vanavond, als je ze in één woord nog kan samenvatten. Hoe zou je ze omschrijven? Well, I can't because the guy is standing in the middle there. And beyond description of characterization, but look, the show was great today. That's all I can say. And I'm now waiting eagerly to see Vincent fly out. Nou, of dat gaat gebeuren, dat gaan we zien. Ik ga de envelop openmaken. Reinder. Uri vond jouw stunt met de piranha's tamelijk ongewoon. En verder merkte hij op dat hij jou van alle mentalisten in de show vanavond misschien niet de sterkste vond. Denkt de kijker daar misschien anders over? Vincent, je hebt Patty tot het
uiterste gedreven, volgens Uri. Hij vindt dat je een dieptepunt hebt bereikt en dat je mazzel had dat Jeroen je wel wilde helpen bij je act. Maar de kijker thuis beslist uiteindelijk, dus hoe het heeft gewerkt, dat zien we zo. Robert, Uri vond je act ronduit bizar. Hij vroeg zich af hoe je je pijn zo kunt verleggen. Gelukkig is het na die iets wat bloederige repetitie van vanmiddag vanavond wel goed afgelopen. Maar hoe reageert het Nederlandse publiek op jouw bizarre act? De naam van de mentalist die ik nu ga noemen is de naam van de man die door is naar de kwartfinale. Gefeliciteerd. Reinder, je bent door naar de kwartfinale. Dank je wel. En dat betekent, heren, dat het gaat tussen jullie twee. Nog één plek te vergeven in de kwartfinale. Vincent? Je bent door naar de kwartfinale. Danske! It is Danske. The will of our viewers, Uri. You know, I've never had this. Do you know how I feel? I feel like this now. I can't understand this. Het is live televisie, dames en heren. U heeft gestemd, u heeft gekozen. Robert, het houdt hier op voor jou. Helaas. Ik vond het geweldig om deze drie keer mee te doen met de nieuwe Uri Geller. Ik vond het echt geweldig. Ik wil enorm Jan en Michael bedanken voor de fantastische begeleiding. En alle twee de mensen die op me gestemd hebben, bedankt. Nou, het zullen er vast iets meer geweest zijn. Kom nog even bij me, dan kunnen we... Nee, blijf nog even bij me staan. Het zit er weer op. Volgende week strijden mentalisten Victor, Jochem, Michel en The Mask om de laatste plekken in de kwartfinale. En volgende week zal ook wederom een oude bekende een bijzonder gastoptreden verzorgen. En die oude bekende, jij kent hem ook nog wel, heeft nu alvast, ja misschien wilt u daar nog even stil voor zijn, een hele bijzondere videoboodschap voor jou, Patty. Hallo iedereen, kent u mij nog? Ik ben Hayashi. Ik heb een boodschap voor iedereen in Nederland. Ik ben door Uri gevraagd om nog één keer op te treden voor het Nederlandse publiek. Patty, bereid je voor. Ik kom terug. Maar wanneer? Nou, dat is volgende week. Jongens, kom er allemaal bij. Robert, ontzettend bedankt. Hartstikke fijn dat je er was. Gasten, BN'ers, mentalisten, deze kant op. Uri, I know you're mad, but please come say goodbye to our viewers. Please come say goodbye to our viewers. Dit was hem. Als je de optredens nog een keer wilt terugzien, kan dat natuurlijk. Kijk op onze site, denieuweurigeller.nl. Namens ons allemaal, dank u wel en tot volgende week.